Wat vind je van Alexia? Je bent fan van Alexia? Nou, nah, fan is een understatement. Hey, ik hou die van gingers. Of roestige dakkoe naar de kelder, toch? Nieuws. Hier in Groningen kan de vlag uit. Nu bekend is dat het schatje van Oranje, de nationale trots prinses Alexia, waarschijnlijk hier in Groningen komt studeren. Alexia komt hier waarschijnlijk studeren. Die bitch. Hoezo is het een bitch? Ja, jongen, de koningshuis hebben we niks mee. Alexia komt waarschijnlijk in Groningen studeren. Is ze natuurlijk al lang. Ja, is een beetje welkom hier. Altijd. Wat vind je van Alexia? Van mij mag ze komen. Ja, waarom? Nou, dat weet je zelf denk ik ook wel. Zeg het maar, ik heb geen idee. Wat vinden jullie van Alexia? Ja, je zit het er gewoon uit te zuigen. Ja, ik ben net als zij. Net als zij. Ja, ik ken het. Je bent fan van Alexia? Nou, nah, fan is een understatement. Het is wel knap, maar dat is het wel. Hoe regel je nou een prinses? Hoe doe je dat? Ik heb een vriendin. Dus... Zou je erin ruilen voor Alexia? Geen commentaar. I prefer to be silent. Misschien als ik een keer op stap ben, kan ze mij ook weer tegenkomen. Ah. Dat is alvast mijn prinsesje. Maar wat vind je van Alexia dan? Nou, eigenlijk niet heel boeiend. Mooi. Hey. Hallo. Bond. Goedemiddag, ja. Mooi. Alexia, komt in, Alexia. Komt in Groningen studeren. Sam. Ja, klopt, inderdaad. Ja, vet. Heb je nog een kamertje voor erover over dat we even mogen zien? Nou, hier is die ruimte zat. Nou, dat is een prima kamertje voor een prinses. Zeker, hier, dit is een prinsessenkamer. Ik lig altijd aan deze kant. Ja? Ik mag je niet uitzenden, want mijn vriendin mag... Oh, oké. Okay. Nee. Ik heb een vrijkaart. Want dan mag ze dus hier komen liggen? Ja, dan mag ze daar de rechterkant pakken. En dan de rest laat ik in jouw verbeelding over. Ik zou zeggen van Oranje houden ook. Nou, als ik naar haar kijk. Ja, dat wel, maar dat heeft ze niet voor het kiezen natuurlijk. Hè? Nee. Zou ze beneden ook oranje zijn, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja, maar hoe roestiger de kelder, of hoe roestiger de dakkoe naar de kelder, toch? Ben je het een knappe vrouw of niet? Nee, ik hou niet van gingers. Heb ik een grote concurrent bij binnenkort? Ja. Is het een beetje welkom hier of niet? Wat mij betreft hartstikke. Ja? Ja. Ben je niet bang dat ze alle jongens die in jou geïnteresseerd zijn van je afpakt? Ja, maakt mij niet uit. Zo, je staat naast Alexia. Hoe regel je dan een proces? Zeg dat je uit Zwitserland komt, denk ik. Dat je heel veel geld hebt. Ja. Ik denk dat dan de rest wel volgt. Ja, je slaat eerst 15 bewakers aan de kant. Nee, weet ik veel. Dan kom je niet tussen. Echt. Wij nee? Niet. Ik niet. Hoe zou je haar regelen dan? Zo, wat zie je er goed uit, Alexia. Ja? Ja, aangenaam. Ik ben Thees hier. Hi, Ali. Ja, je ziet er wel goed uit. Klein rondje doen. Heb je wat te drinken voor me? Ja, we kunnen wel een shotje doen hoor. Kom maar even lekker mee. En dan? En dan geef je er een shotje en dan praten we en gewoon dan? Verder. Ja, nee, dat wordt het niet. Oké, deze, wat hebben we hier voor moois? Dit is de GK van Huizen Dik. Dat is wat is een GK? Gemeenschappelijke kamer. Oh, oké. Okay. En hier zitten we wel een beetje chillen. Ja. Je moet die chick toch aan kunnen wennen, man? Ja, lekker tv'tje kijken met Alexia. Prima, joh. Wat zou ze kijken? Alexia kijkt op Poon. Ja? Denk je niet dat ze te elitair is voor Poonnieuws? Als ze te elitair is voor Poon, schrijf van achter de oren krabbelen. Hoe zou die ontgroening van haar eruit zien? Denk je dat ze een normale ontgroening krijgt? Nee. Litertje visolie. Dat wordt echt light. Ik denk dat het een vissenolie. Ja, dat is die gast in België. Die nee. Ja, ik denk dat ze juist ook een beetje het studentenleven in willen om een beetje onder de normale mensen te komen, toch? Ja. Maar ja, ik lees verhalen dat mensen in elkaar worden gebeurd met een honkbalknuppel. Ja, dat gaat bij de prinses natuurlijk niet gebeuren. Nee, dat kan niet op, nee. Nee, maar ja, ze zal misschien krijgen ze een zachte bitchclip of zo. Om toch nog een beetje... Dat is dan de ontgroening. Ja, dat is wel nog een beetje... Nog een beetje klappen vangen. Als wij naar de appie lopen, we zien haar lopen, dan gaan we ook wel wat zeggen, denk ik, toch? Ja, maar dat zou je zeggen dan. Nou, gewoon, weet ik veel. Hey, hello. Buongiorno. Ja, tutti. Buongiorno. Buongiorno, ja. Beetje zielig eigenlijk, toch? Dat die chick gewoon niet lekker rustig kan studeren. Nou ja, nee. Ze heeft bakken met geld. Ik vind dat ze niet moet klagen. Wil jij nou echt helemaal niks van onze kritische of soms bijzondere interviews missen? Volg ons dan ook op onze socials. TikTok, Facebook, Instagram. En abonneer je ook even hier natuurlijk.